ik heb coronaproof, alles in de tuin, in de voortuin. En ik heb toch mijn eigen werk weer te presenteren. Heel veel verschillende technieken. Als het geen mooi weer was, had ik het ook hier gedaan. Een beetje aangepast aan de omgeving. Ja, een beetje kleurverschil. Het was improviseren, maar we zijn er en dat vind ik het belangrijkste. Als je kijkt naar de omstandigheden in het weer, dan zou je haast dranghekken hier moeten plaatsen. Maar dat is nog niet nodig, moet ik zeggen. En er zijn ook wel vlaggen. Maar mensen die ons willen bezoeken, die vinden dat wel. Daar zijn we wel van overtuigd. Maar hij druppelt wel door. En het leuke van hier is dat we hier te maken krijgen met drie stijlen in de schilderkunst. En dat is zo mooi. Ik heb als hobby schilderen. En ik ben geïnspireerd door de cobra-kunst. En mijn idool is Jan te Wierik. Misschien is het terug te zien in het werk. Maar ik heb zo mijn eigen stijl ontwikkeld voor iedereen. Oh, het valt mij. Ik wil niet zeggen dat het storm loopt, maar het loopt toch de hele dag al een beetje door. Dus dat betreft wel een beetje boven de verwachting nog. Maar we zitten hier wel een beetje achteraf, hè? We hebben gewoon mooi weer besteld vandaag. Heb je al veel bezoekers gehad vandaag? Nee, eigenlijk nog weinig. Ja, deze mensen dan die hier zitten. De Zeilbocht is geïnteresseerd in kunst. Ja. Maar dit is je ruimte waar je normaal werkt? Ja. Best leuk hier. Het is algemeen vrij rustig. Ik ga voor op reis, ja. Berlijn ben ik geweest. Ja. In Parijs. Zo. En de laatste tijd zat ik er niet in met die kroon. Ben je druk aan het werken? Ja, ik ben met een nieuw beeld bezig. Dus, maar ja, dat gaat altijd door. Dus, en hoe is het met leerlingen? Dat is minder door corona, hè? Ja. We durven niet te komen. En ik heb toch wel een groep die boven de 50 zijn. Ja, ik zit er nu een paar jaar in en hij is groter dan mijn andere atelier. En dit ruikt eigenlijk ook alweer vol. Gewoon doordat ik hier lekker veel expressionistisch mijn gang kan gaan. Nou, dat ik mijn gevoel erin leg en dat mijn emotie erin zit en dat er veel creativiteit naar boven komt. Je doet ook aan workshops. En ja. Wat voor workshops geef je? Voornamelijk aan kinderen. Ik heb eigenlijk al een groep voor baby's al. En die mogen hier lekker ontdekken en met hun zintuigen lekker bezig zijn. Ik heb een peuterklasje, alle leeftijden kleuterklasje. En ik ben net ook begonnen met volwassenen op de dinsdagochtend. En ik had een gitaar voor mezelf gebouwd. Dat is deze. Dat is alweer heel wat jaartjes terug. En dat pootje, ja, ik heb altijd bootjes gehad als kind al. Dat trekt gewoon. Dat is een beetje een gekke stemming. Vanaf portretten tot bijna abstract, tot snelle werken. Onderwerpen als auto's. En natuur alleen maar beesten, dus niet het groene natuur, want dat ligt mij niet echt. Ik vind het leuk om te doen. Het leukst vind ik zelf om, wat hier wel te zien is, het grijs-wit. Dus. Ja, het is wel leuk om weer mee te doen, om ook vooral de laatste ontwikkelingen aan mensen te laten zien. Dus kijken wat ze ervan zeggen. Ja, dat is wel leuk. En je blijft nog wel een tijdje doorschilderen? Ja, nou, ik ben 64, dus ik weet niet hoe ik gezegend ben met mijn leeftijd straks. We zien het wel. Nou, we zijn nu bijna op de helft van de atelierroute en het bevalt me eigenlijk prima. Het is zo dat er eigenlijk best veel mensen zijn geweest, heel divers, met verschillende belangstellingen voor allerlei verschillende soorten beelden. Je hebt er ook een heleboel beelden staan.